Beste inwoners van de gemeente Molenlanden. Vanuit het gemeentekantoor in Hoornaar wil ik mijn tweede vlog uitspreken. Vorige week vanuit huis was een beetje verkouden en nu hier vanuit een leeg gemeentekantoor. Ook wij volgen de richtlijnen van de overheid. En ook aan u wordt gevraagd in deze moeilijke tijd om dat te doen. Als u de richtlijn opvolgt, draagt u bij aan de bestrijding van het virus. En ik zie om me hele mooie dingen gebeuren. Daar dank ik u voor. Ik moest denken aan de titel van een boek wat ik net aan het lezen ben. De meeste mensen deugen. U volgt de instructies op. Maar het kan beter. Daarover heeft u gisteren de minister-president gehoord en de andere ministers. Houd afstand. Ga niet naar buiten als het niet nodig is. Ga alleen in winkel in als het moet. Volg die richtlijnen. Want zo kunnen we strijden tegen het coronavirus. En speciaal naar de kinderen wil ik zeggen: hou vol. Ook jullie wordt gevraagd een bijdrage te leveren. Je kan niet naar school. Je kan niet sporten op de gewone manier. Het moet allemaal anders. En zeker nu als er iemand ziek is in huis... moet het hele gezin thuis blijven. Dat is ingewikkeld. Ga een boek lezen. Doe wat leuks. Ik ben begonnen in een boek, een kinderboek... van Jan Terlouw, koning van Katoren. Heerlijk om weer eens te verdiepen in een boek. En probeer zo met elkaar andere dingen te doen... om toch de tijd door te komen. En ik roep je op... om in de netwerken waar je bent... In je sportvereniging, van je school, van de kerk. Om om elkaar heen te zien, om om je heen te kijken, om de goede dingen te doen en om te zorgen voor elkaar. Samen kunnen we vechten tegen dit virus. Ik reken op je.